Ja, als ik maar geen museumstuk word, dan komt het goed. De Olympische 74 mag er dan zelf nog lang niet uitzien als een museumstuk. Hoe dan ook, de zeilboot hoort nu officieel bij de vaderlandse maritieme geschiedenis. Nederland haalde in 2008 Olympisch zilver met de 74. En vorig jaar werd dat nog dunnetjes overgedaan met een bronzen plak. Ja, dat is hartstikke mooi dat je dat hebt meegemaakt en dat je dat zo lang kan ervaren en aan je kind kan meegeven, zeker. De zeilsters mochten de boot zelf overdragen aan het museum. En dat deden de dames natuurlijk in stijl, via het water. Dat was nog maar één keer eerder gebeurd, maar dan wel met de eyecatcher van het Scheepvaartmuseum. Een stukje echt oude geschiedenis van Nederland en dit is dan een stukje jonge geschiedenis. En ik vind het heel mooi dat de topsport ook onderdeel is van het Scheepvaartmuseum op dit moment. Super gaaf. En ik woon in Amsterdam, dus ik fiets regelmatig langs het Scheepvaartmuseum. Dan denk je, oh, er staat toch iets van mij in. Dat is wel echt heel bijzonder. De vriendschap is gewoon hartstikke leuk dat je dat met elkaar kan delen. En daar staat het vandaag dan ook symbool voor, met z'n drietjes bij elkaar.